Ik heb echt wel het gevoel dat de meeste Mii's, zeg maar, een zwakte punt hebben op hun hoofd. Want nu gebeurt dit weer, man! Dag allemaal, leuk dat jullie kijken naar deze gloednieuwe video. Mijn naam is Gligor en vandaag gaan we weer verder met Swordsplay. En dit hebben we vorige keer ook gespeeld. En toen zijn we ongeveer geëindigd op de 600 punten. En vandaag gaan we door tegen Marissa. Ik was van plan om eventjes door te gaan tot ongeveer, laten we zeggen, 1200. En ik moet even mijn camera opladen voor de next time. Zodat ik lekker... Wacht, daar wil ik me nog even inkomen, joh. Oh. No! Dit is de eerste keer dat ik eraf lig, joh. Oké, ik ga er gewoon bij staan. Weet je of kid? Hier. Ram. Blok. Nee. Ram. Donder. Ops, gewoon rammen. Doei. Zo. Net dat het gedoe met blokken en zo, dat werkt allemaal niet. Het is gewoon een kwestie van links, rechts, links. Oké. Aimen. Waarschijnlijk gaat zij in één keer rammen. Nee, niet rammen. Oké. Dit is wel de laatste game. Nee, je bent op de rand. Pum, boom. Nee, ga weg. Blok. Pum, nee, ik blokte. Boom. Ja. Wegwezen. Van mijn platform. Dat was de eerste keer dat ik eraf lag, joh. Het werd bijna spannend. Oké, we gaan door. Oh, ik krijg maar 20 punten erbij. Als we telkens 20 punten erbij krijgen, dan gaan we natuurlijk niet voor de 1200. Anders zitten we hier nog over nu. Bij de vorige aflevering zag ik trouwens dat mijn reacties uitgeschakeld stonden. Alleen dat kwam puur door het feit dat Koppa Voppa even op mijn dakje kwam. Even kijken, maar Koppa kwam dus even om de hoek kijken. En het blijkt dus dat ik moet al mijn video's, hoppakee, niet geselecteerd of niet geschikt zijn voor kinderen. Maar ja, in principe zijn de meeste dat gewoon wel, vind ik. Ik bedoel, zoveel gekke dingen gebeurt niet en ik laat mijn blote kont dus ook niet zien. Dus weet je, volgens mij is het allemaal redelijk geschikt. Maar goed, dus ik weet niet precies hoe het allemaal werkt. Want 13-jarigen en zo, die kunnen in principe misschien niet kijken of zo. Maar in principe, je moet een cool account. Die kun je pas maken als je 18 bent. En I don't know, man. Maar goed, we staan weer enig voor. Let's go. Hoppakee, wegwezen. Geschept. Hoppakee, plus 100. Ik weet niet waar het aan ligt, dat verschil. Maar maakt niet uit. We gaan lekker door naar Luca. Luca ken ik ook van Wii Sports. Ik vind dat wel grappig om al die mensen te zien. Het zijn van die standaard Mii's. Alleen ik weet niet wat zij hebben gedaan om in dit spel te komen. Oké, doei. Ik krijg het wel lekker warm van. De kamer was een beetje koud toen ik hier kwam. Maar die nieuwe mode die ik gisteren had unlocked. Gisteren, vorige video. Die was ook best wel geinig. Saburo. Met zijn snor. Doei. Zo'n blok, links, rechts, links. En klaar is Kees. Junior wordt gewoon Master Sword. Van Zelda. Dus hij heeft een Master Sword. Oh. Ik ramde weer bijna mijn koptelefoon eruit. Dat moet ik niet hebben. Eigenlijk is daarin is zo'n Bluetooth headset gewoon perfect. Alleen die zijn ook weer 50 euro duurder dan een normale headset. Kijk, het wordt zelfs een beetje avond. De zon gaat onder. Moet je je voorstellen als we tegen Matt moeten later. Kijk, zelfs het water is oranje. Kijk hoe smerig. Tot nu toe ben ik gewoon nog steeds één keer eraf gevallen. Ik heb nog niet verloren. Kijk, 1025. Ik heb gewoon weer weggeklikt. Ik had weer iets gedaan, misschien iets van zilver of zo in lock, omdat ik dan natuurlijk de 1000 over ben. Want eigenlijk is de 1000 altijd wel een grens, maar ik heb het gevoel dat we echt tot 2000 moeten of zo, voordat we tegen Matt kunnen. Maar kijk, hij heeft dan wel een cool pakje aan, hè? Oh kijk, ik heb ook zo'n cool pakje aan. Maar hij heeft mij niks kunnen maken, die Tommy. Kijk, ik heb zo'n gaaf pakje aan.
Dat was een flinke stampert op mij. Nee. No! Tommy! Ik begon hem net te shit talken en dan komt hij 10 keer zo hard terug. Bam! Bam, 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 bam! Nou, dat was ook snel bepaald. Waarschijnlijk krijg je ook nog maar 20 punten voor, of niet? Oh, 78. Nou, dat is ook een getal dat ik niet kon raden, maar goed. Pablo! Escobar! Kijk zijn ogen, die ook zo ver van elkaar vandaan staan. Nou, laat me gewoon winnen, joh. Ik dacht een blok een paar keer, maar deed niks. Woe! Hij had me wel bijna. Ik vind dat zeg maar dat tekentje als je... Als er staat te watch out en zo, dat vind ik echt moker eng. Dus dan ook eng. Gewoon, het werkt op je zenuwen. Kijk, het werkt op je zenuwen! Blok, boom, boom. Slaan. Kan ik niet wegrennen trouwens? Nee, hè? Op z'n hoofd. Nee, op z'n hoofd. Bam. Onder. Boom! Dat was een flinke klap op z'n hoofd, joh. Koekoek. Marco. Paolo. Marco, ga er af. Oh, dat is mijn draadje. Wacht, als ik nu gewoon gelijk speel dan, wat wordt het dan? Stop. Ik ga gewoon doorrammen! Oh, maar nu heb ik al gewonnen dan, of niet? Oké, dus we kunnen alleen nog maar gelijk spelen of winnen. Maar Marco mag dat... Niet dat doen. Flip! Yo, final round. Oké, chill. Oh ja! Marco deed niks. Ik wilde nog gewoon gaan even rustig praten, maar we begonnen al. Ze hadden gewoon die buitenste ding weggehaald, dus je kreeg gelijk watch out, maar... Nog steeds ongeslagen! Ik vind het altijd zo grappig dat je altijd gaat nakijken. Doei! Even uitzwaaien, doei! Wackwazen weer! Hier, ape. Een soort aap. Ape. Wat een vervelende naam om uit te spreken, zeg. Ape. Dus ja, de meeste mensen vind ik Ligo ook niet echt prettig, maar Ape. Hello, my name is Ape. Nee! Oké. Ik denk dat ik hier voor een gelijkspel ga. Ga ik hier voor een gelijkspel? Ik verlies! Oh. Dit is wel echt de eerste paar keer dat ik eraf val, joh. Blijf spannen. 1-1. En blok. Oh. Ik heb verloren, nee! Hij blokte me en weg was ik. You lose. Oh. Naar beneden zelfs, min 37. Nou, we stoppen niet totdat we... Oh. Ik wil zeggen dat totdat we Abe hebben verslagen, maar Gwen wil tegen ons spelen. Ik heb echt wel het gevoel dat de meeste Mies, zeg maar, een zwaktepunt hebben op hun hoofd. Want nu gebeurt dit weer, man! Blijf rustig, adem in, adem uit. En dan ramt zij je vol op je nier en maag en zo. En we worden gewoon gesweept, man! Ik heb niet eens kans! You lose. Min 91. Ik had niet verwacht dat ik nog steeds zoveel emotie en zo hierin zou kunnen brengen. In zo'n simpel Wii-spelletje. Pap, op je hoofd. Op je hoofd. En hier, Eddie. Wegwezen. Nou, dat was laatste hit. Boom! Wegwezen! Klaar! Oeh. Nou, dat was mijn sessie wel weer hoor, jeetje. Dankjewel weer voor het kijken. Ik vond het weer een leuk... Ja, ik vond het leuk, maar... toch enigszins wel weer frustrerend.
Nou, de eerste, in ieder geval de eerste twee keer weer verloren, maar dat geeft niet. We gaan volgende keer weer lekker verder. Vond je het leuk? Geef nog even een duimpje omhoog. Abonneren kan ook nog. En het laatste wat ik zeg is mazzel. Doei doei!